landgenoten, broeders en zusters, in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters. We vieren vandaag het offerfeest, oftewel Eid al-Adha. En het offerfeest wordt elk jaar gevierd als afsluiting van de bedevaart, de Hajj naar Mekka. Voor moslims is de Eid al-Adha een belangrijke gelegenheid om dank te zeggen voor de zegeningen van de Schepper en om Abraham's vertrouwen in de liefhebbende Schepper te gedenken. Het is een dag die wij doorgaans kennen als een vreugdevolle viering. Deze bijzondere dag is een tijd om het offer, de vastberadenheid en de onwankelbare toewijding aan de Schepper te eren. En het biedt ons de kans voor spiritualiteit, gebed en reflectie. Het is ook een tijd voor liefdadigheid en het helpen van degenen die het minder hebben. Lieve broeders en zusters, offeren betekent in de islam niet alleen de bereidwilligheid om de aardse belangen en begeerten op te offeren, omwille van rechtschapenheid, maar ook de onderwerping aan de wil van de Schepper. Door het offeren wordt er een sterke, eeuwigdurende en inspirerende traditie getoond van ware levenskracht, van het geloof, de liefde, oprechtheid, gehoorzaamheid en nederigheid. Beste mensen, als mens moet je leven lang offers brengen ten behoeve van de samenleving waarvan je deel uitmaakt. Eid al-Adha is een viering van opoffering voor het algemeen welzijn van familie en gemeenschap en mededogen en solidariteit met de minsten onder ons. Het offerfeest is een goede kans om na te denken over de offers die wij als samenleving moeten brengen, met name om het land gezond te maken. De passie om op te offeren voor de natie zal ons kracht geven om standvastig te blijven in het licht van de vele uitdagingen die in het verschiet liggen. Door onze geest van onderwerping en opoffering voor het juiste doel te houden, zullen we deze moeten richten in het herstel van onze economie. Laten we er samen de schouders onder zetten. Wij zijn de generatie op wiens schouders deze verantwoordelijkheid nu rust. Net als onze voorouders moeten wij ook een welvarend land achterlaten voor de volgende generatie. Laten we in deze moeilijke tijd, waarin de samenleving voor grote uitdagingen staat, kracht putten uit dit feest. Als president heb ik er alle vertrouwen in dat wij het land, ons geliefd land Suriname, dat wij alle uitdagingen zullen overwinnen. En ik heb ook de overtuiging en het vertrouwen dat het offerfeest ons zal inspireren om te werken aan het bevorderen van de geest van collectief welzijn en welvaart voor onze samenleving. Het gaat erom dat je door alle opofferingen een beter mens wordt, ten einde je dienstbaar te maken voor land en volk. Als regering streven we ernaar om welvaart te brengen en welzijn te brengen voor het volk. Namens de regering en de First Lady wens ik de hele natie, maar in het bijzonder onze moslimgemeenschap, een gezegende Eid al-Adha toe. Met veel spirituele kracht, zegen, reinheid en bescherming van de Schepper. Mogen het gebed en het offer u verheffen tot een beter mens. Eid Mubarak!